Goedendag, welkom namens de Academie voor de Rechtspraktijk. Welkom vanaf een bijzondere locatie. De bus van de Academie, die oldtimer bus, die staat geparkeerd op het Vrijthof in Maastricht. Kortom, echt weer zo'n plek waar de Academie patent op heeft, namelijk bijzondere locaties kiezen, daar de bus parkeren om vervolgens met interessante gasten te gaan praten over juridische uitspraken en ontwikkelingen. Mijn gast op dit moment is Malou van Vroonhoven. Je bent advocaat bij Aben en Slagadvocaten in Noord-Limburg en Brabant. Ja. Een kantoor gespecialiseerd in? Alle facetten van het civiele recht. Oh, dus, dat is vrij breed. Ja, vrij breed. En binnen al die facetten, wat is jouw specialiteit? Ook het algemeen civiele recht, maar ook veel vastgoed, aanbestedingen, faillissementen, dat soort dingen. Ja. Wij gaan praten over een zaak die heeft gespeeld uiteindelijk voor het gerechtshof. Nee, zelfs de Hoge Raad heeft erover besloten. Ja. Maar het is via het gerechtshof Den Bosch, of s-Hertogenbosch gegaan. Ja. Het gaat over de vernietiging van een vaststellingsovereenkomst. Met nadruk na het verstrijken van de bedenktermijn. Even weer om het tastbaar te maken. Wat was hier in oorsprong aan de hand? Ja, het stukje wat dit interview voornamelijk interessant is het stukje algemene voorwaarden. En algemene voorwaarden die kunnen in bepaalde gevallen vernietigd worden als die niet ter hand zijn gesteld, noemen we dat. En dat is als je niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst hebt gezegd, nou, dit zijn mijn algemene voorwaarden, die zijn van toepassing op deze overeenkomst. En in dit geval was in die algemene voorwaarden was iets bepaald wat van belang was voor die vernietiging van die vaststellingsovereenkomst. En daarom zei die ene partij van, nou ja, hallo, ik heb deze algemene voorwaarden en ja, op grond daarvan mag je niet vernietigen. En toen zei de andere partij van, ja, voor grote wederpartijen geldt dat niet. En ja, wat is nou zo'n grote wederpartij? En daarover heeft de Hoge Raad iets duidelijk gemaakt. Ja, want wat is de definitie in algemene zin dan? Ja, grote wederpartijen, dat staat neergelegd in artikel 235 van boek 6 van het burgerlijk wetboek. En daar staat ook een stukje in van, ik ga hem even voorlezen, ja, van ten aanzien waarvan op dat tijdstip laatstelijk artikel 403 lid 1 van boek 2 is toegepast. En nou ja, wat bedoelde dat nou? Want moest er aan alle voorwaarden van dat artikel worden voldaan? Of was het, als je het al deed op grond van dat artikel, was het dan al op jou van toepassing? Wanneer was er sprake van die definitie? En de Hoge Raad heeft zich daarover uitgelaten en gezegd van, nou ja, zodra jij, of is het zelfstandig, of omdat je aan al die voorwaarden hebt voldaan, je jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening publiceert, dan ben jij een grote wederpartij en mag jij niet vernietigen. Want dan heb jij die bescherming niet nodig. Dus eigenlijk wordt er aangesloten bij het jaarrekeningenrecht. En hoe opvallend is dat? Had het kwartje ook de andere kant op kunnen vallen? Nou, in dat opzicht vind ik de uitspraak redelijk logisch. Want het moet controleerbaar zijn en tastbaar van, nou ja, met wat voor partij heb ik nou te maken? En als er een jaarrekening is gepubliceerd, dan gaat er vaak een alarmbelletje rinkelen van, oh ja, op grond van het jaarrekeningenrecht ben je dan groot. Dus ik vind je dan nu ook groot. Dus wat dat betreft is het logisch dat de Hoge Raad wel aansluiting heeft gezocht bij dat. Maar maakt het de praktijk duidelijker en overzichtelijker hierdoor? Ja, het bewijsrecht wordt daarmee makkelijker. Omdat je dan kan zeggen van, nou, het is, ja, en dan is het voor iedereen ook goed na te gaan. Is er nog meer duidelijkheid nodig als je in wat bredere zin hier naar kijkt? Of zeg je van, we zijn nu wel klaar met het afvinken van alle onduidelijkheden? Ik denk dat dit principe van jaarrekeningenrecht binnen de vernietiging van algemene voorwaarden op dit moment wel redelijk is uitgekristalliseerd. Goed, wat valt hier verder nog in algemene zin dan over op te merken over dit arrest? Ja, het juridisch is een vrij beperkt arrest qua juridische behandeling van dit principe. Het is, de geluidenstructuur is weer goed naar voren gekomen en vandaar dat dit toch een noemenswaardig arrest was. En het maakt jullie leven weer gemakkelijker. Ja, of lastiger, ja, als we aan de andere kant staan. Ja, precies. Ja. Maar ook dan weet je in ieder geval naar je cliënt. Weet waar je van, voor jongens, staat. Dit is wat er waarvoor staat. Goed. Malou, dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel ook voor jouw duiding. Thuis, ga ook eens naar die website legalflix.nl, dat is de website van de Academie. Daar staan veel meer van dit soort gesprekken op. Voor nu in ieder geval, bedankt voor het kijken naar dit interview.